de Tosti Club hier zo, die, die heb ik een tijdje terug aangekondigd. Klopt. Maar we wisten nog niet goed wie erin zaten. Nou, en nu heb jij gelukkig zelf even contact gezocht. Ja. Want jij doet dat samen met je vrouw. Ja, ik ben mijn vrouw en ook uiteraard met een compagnon. Want we hebben nu op dit moment 7 locaties in Nederland. Ik ben geboren in Middelburg. En dus er was 1 doelstelling dat er sowieso ook in Middelburg zou komen. En zeker in de plek waar je geboren bent en waar je ook je opleiding en je studentenleven hebt gehad. Hoi. Op de hotelschool Delta College. Dus ja, er moest er 1 in Middelburg komen. Ja, ja, nou, dat is heel leuk. En wat is de Tosti Club precies? Want de naam zegt het natuurlijk al, jullie zijn gespecialiseerd in Tosti's. Klopt, Tosti Club is opgericht vanuit de passie van mijn zoon. Mijn zoon is op dit moment zijn vrijwillige molenaarsopleiding aan het volgen bij de molenaar. En toen wij bij een locatie in Breda aan het zoeken waren, zei hij: papa, waarom ga je niet iets met tosti's doen? Hij zei: dan kan ik het tarwe malen tot meel. En meel wordt dan brood. En het brood dat kan je dan speciaal laten maken voor de tosti's. Nou, zo is het ook ontstaan en zo gebeurt het ook nog steeds. Ja, ja, ja. En wij zijn gespecialiseerd in tosti's. Wij doen ze uit de pan bakken. Dat doen we voor de neus waar de gast op de bakplaat. Dat duurt iets langer, maar kwaliteit en het is lekkerder. De pantosti zoals oma's ook vroeger maakte in thuis op de koekenpan. Maar ik zag zelf dat jullie, behalve gewone tosti's, hebben jullie ook tosti's met een hamburger ertussen. Dat heb ik eigenlijk nog niet zo vaak gezien. We hebben een Tosti Club Burger. Dat is hetzelfde brood, alleen daar hebben we een hamburgerbroodje van gemaakt. En de tweede, als je niet van onze samengestelde tosti's houdt, kan je hem ook helemaal zelf samenstellen. Dus alle toppings kan je combineren. En dat maakt het leuk en divers. En een tosti start vegetarisch. Dus in principe hebben wij heel veel vegetarische klanten. Zeker. Maar wanneer ga je open en wat is het precies? Verrassing. Nee, wij proberen, het is nu de 11e. En we proberen zeker eind volgende week proef te draaien. Oké, okay, dat is al snel. Dus de 20e. En dan gaan we daarna langzaam Middelburg infecteren met de lekkerste tosti's van Walcheren. Tot slot nog de vraag, ga je hier zelf staan of heb je mensen die dat voor je gaan doen? Of? Nou, wij starten altijd alles zelf op. We hebben ook uiteraard de hulp nodig van de medewerkers binnen Middelburg. Want wij altijd zoeken naar ondernemers, met franchise-nemers met ondernemersdrift. Het is altijd geweldig om een echtpaartje, hartstikke leuk, die Walcheren kent, die tosti ademt. Dus we zijn altijd op zoek naar locals die op dit moment... Dus die vacature heb je eigenlijk nog? Ja, okay. die staat open. Ja, okay. ja. En je zoekt ook nog medewerkers, sowieso? Wij zoeken altijd medewerkers, okay. Ja, met een lach. Dat is belangrijk. Ja, en wat is jullie website? Waar kunnen ze je bereiken? Dat is www.detosticlub.nl. Nou, dat is helemaal helder. Ja, ja, ja. Nou, Jacco, dank voor je toelichting. En we zien elkaar over een week of twee dan, denk ik. Of misschien nog eerder. Ja, misschien dat jij voor me proeven. Ja, daar ben ik altijd voor te sporen. Okay. Dankjewel. Alsjeblieft.